wind- en zonne-energie, biobrandstoffen, elektrische auto's, CCS en bijvoorbeeld kernenergie zijn technieken die allemaal op grote schaal nodig zijn, willen we de groeiende vraag naar energie kunnen bijbenen en tegelijkertijd de CO2-uitstoot verminderen. Of dit haalbaar is, is afhankelijk van vele factoren. Zo staan biobrandstoffen en kernenergie ernstig onder druk door milieuorganisaties. Daarbij komt dat opkomende economieën, zoals China en India, snel grijpen naar kolen als voornaamste energiebron om aan de gigantische vraag te kunnen voldoen van de almaar groeiende industrie en de vele uitdijende miljoenensteden. En dan hebben we natuurlijk ook nog de explosieve groei van ons wagenpark. Hiervan zal 50% elektrisch aangedreven moeten gaan worden, willen we het milieu niet meer belasten dan we nu al doen. Ook wind- en zonne-energie hebben hun nadelen. Ze zijn niet altijd beschikbaar en zullen hierdoor over een geografisch breed gebied aan elkaar gekoppeld moeten worden om de opbrengst constanter te kunnen krijgen. Omdat de energiemix per land heel sterk kan verschillen, geeft dat nogal een vertekend beeld van de mondiale mix. In Nederland hebben we veel gasvelden, dus onze mix bestaat vooral uit gas. In Frankrijk staan er veel kernreactoren, dus daar bestaat de mix voornamelijk uit kernenergie. In China hebben ze de twijfelachtige eer van meest ongezonde mix. Daar komt 80% van de elektriciteit van honderden steenkolencentrales. Dus kort en goed, zo'n energiemix is heel erg afhankelijk van land, regio en werelddeel. Verwacht wordt wel dat door de inzet van wind op zee, biomassa en veel kleinschalige technieken zoals micro-warmtekrachtkoppelinginstallaties, zonnecellen, windturbines en warmtepompen, het aandeel duurzame energie in de mondiale energiemix zal gaan stijgen. Het is ook aannemelijk dat de technieken die nu in de kinderschoenen staan, zoals het opwekken van energie uit algen en het elektrisch rijden, op den duur efficiënter worden doorontwikkeld, zodat zij in 2030 een groter aandeel in de energiemix kunnen hebben. Waar het nou eigenlijk echt om gaat, is het volgende. De keuzes van vandaag bepalen de energiemix van de toekomst. Dus laten we goede keuzes maken en niet alleen voor de goedkoopste mogelijkheden kiezen, maar liever meer duurzame oplossingen. Want wat moeten we met al het geld dat we besparen als we niet eens meer een gezond leven kunnen leiden? Alles investeren in zuurstofmaskers en waterfilters? Als we nu de verkeerde keuzes maken, dan ziet de toekomst er somber uit. En dan hebben we het niet over af en toe een autoloze zondag, maar over problemen als internationale conflicten om energiebronnen, miljarden mensen in sloppenwijken zonder toegang tot stroom, en het grootst verwachte probleem is een gigantisch tekort aan drinkwater. De energiesector is de grootste gebruiker van zoet water. Dit water wordt gebruikt voor olie- en gaswinning en de productie van biobrandstoffen. Als we zo doorgaan, dan zouden we in 2030 een verschil in vraag en aanbod van drinkwater kunnen hebben van maar liefst 40%. Met andere woorden, van iedere 10 mensen op aarde zullen er 4 geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Hier moeten we wat aan doen, nu het nog kan. Er is eigenlijk maar één type maatregel bekend dat én goed is in economisch opzicht en de energiebeschikbaarheid verbetert en klimaatverandering tegengaat. Dat is energiebesparing. Iedereen op deze aardbol zal zijn steentje bij moeten dragen om de problemen het hoofd te bieden. We moeten ons bewust worden dat energiebesparing van cruciaal belang is. En we moeten ons ook beseffen dat wij als individu een bijdrage moeten leveren, willen we onze toekomst niet op het spel zetten. Niet alleen die ander, diegene in een ver land, ver weg van hier. Nee, we moeten er allemaal aan geloven, willen we echt iets kunnen bereiken.